In Eindhoven is dit jaar een record aantal woningen gebouwd. De teller staat op bijna 3000. Zo werden er woningen opgeleverd in het TD-gebouw. Maar ook aan de Piekeskade in Tongeren staat een nieuw appartementencomplex. En bij de Berenkuil zijn studentenwoningen neergezet. Je kunt 3000 woningen in de allerduurste categorie bouwen en is het onbereikbaar voor de gewone man. Maar dit zijn ook echt woningen die goedkoop en middelduur zijn. Dus het is ook wel een, uh, een type woning wat gebouwd is, wat ook voorziet in de vraag die er is in de stad. Steeds meer studenten, internationals, arbeidsmigranten en andere werknemers zoeken dringend woonruimte in Eindhoven. Daarom startte de gemeente een aantal jaar geleden een bouwoffensief... Door onder meer de procedures te versnellen kunnen ontwikkelaars sneller bouwen. Toch blijft de vraag naar woonruimte groot in de stad. Ik krijg wekelijks wel mails van mensen die zeggen: van wethouder, waar kan ik een woning vinden? Dus ik voel die noodzaak ook echt om te bouwen. En wat we, waar we mee bezig zijn voor de komende jaren is om te kijken van hoe kunnen we nou op verschillende plekken initiatieven van de grond krijgen die binnen nu en vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. Dus de bedoeling is wel echt dat we de komende jaren blijven bouwen. En dan verwacht de gemeente dat de 3000 extra woningen per jaar gehaald gaan worden. Daarmee behaalt het Eindhoven dezelfde cijfers als een stad als Utrecht. en bouwt het zelfs meer dan een stad als Den Haag. Terwijl die steden toch echt groter zijn.